Bovenal is het voor mij een eer en een genoegen aan het echtpaar De Witte de zeer zeldzame grote zilveren stadsmedaille te kunnen overhandigen. Ik weet nog, ik was een van die keren weer in verwachting. Ik weet niet wat het gaat. Had ik me platgelegd op de vloer in de kapel van het Memling museum. The stage is darkened. En die muziek dat ging door de stenen. Dat was... Suddenly, at the very back, a monster appears, comes slowly forwards and splits into a group of dancers who perform... In het begin waren we internationale muziekdagen. Een week de wedstrijd en dan een week concerten. Oude muziek. Vrij traditioneel met moderne orkesten. Ja, budgetair. Kent u? Al vlug heeft Robrecht Dewitte, de initiatiefnemer eigenlijk van het festival, ingezien dat En zijn we begonnen ook met jonge muzikanten. Langharig tuig. Die we nog konden betalen. Die zich verzetten tegen het strenge en de tradities die in een conservatoria gebruikelijk waren. Die vooral aandacht vestigen op het respect voor de manier waarop de muziek gemaakt is en waarop ze zou moeten gespeeld worden. Het festival van Brugge, het is heel duidelijk dat het een begrip is en het staat voor dat pionierschap van de eerste jaren, enerzijds, en anderzijds natuurlijk die wedstrijd. Als je ziet wie daar allemaal is uitgekomen, dan merk je dat die wedstrijd toch een pak relevanter is voor de oude muziekwereld dan bijvoorbeeld de Koningin Elisabeth-wedstrijd die zoveel meer aandacht krijgt. Waar ik persoonlijk mee zit... De naam Ma. Door... Het gebruik van het Latijn, oude muziek, musica antiqua. Brugge gaf al direct waar we waren. Geeft het aan dat het iets archaïs zou hebben. Dat gaf meer en ik denk dat ze wel mogen experimenteren, maar toch zeker moeten zien dat die authenticiteit, dat ze dat doordrukken en dat ze dat moeten durven. Dan is de vraag, wat is oude muziek en waar houdt die op? Of dat dan de muziek is van 1000 jaar geleden of nieuw gecomponeerd. Het gaat meer om een beweging, een benaderingswijze, een filosofie dan om een repertoire. Muziek moet gespeeld worden, moet uitgevoerd worden. Daar moeten luisteraars zijn en dat is allemaal vandaar dat dat gebeurt. Het is niet logisch om 14e, 15e, 16e, 17e, 18e eeuw historisch te benaderen en vanaf dan maar... Voor mij is oude muziek zoals die beschouwd wordt in de popmuziek de muziek van gisteren. Nee. Dus Stockhausen is overleden, is dus oude muziek. Daar is geen oude muziek, het is allemaal hedendaagse muziek. Maar dan moet men ook durven, muziek van vandaag, die dezelfde retorische elementen bijvoorbeeld gebruikt als muziek uit de Renaissance, met elkaar confronteren. Het festival moet eigenlijk aantonen, denk ik, dat oude muziek niet synoniem is voor verouderde muziek.